Hallo! Welkom in Noorwegen! We zijn momenteel op Nordic Nomads Noorwegen. Het doet misschien een belletje rinkelen, want onlangs hebben we ook IJsland doorkruist met Nordic Nomads. En dat was zo goed meegevallen dat we toch wel Noorwegen ook van onze bucketlist wilden afvinken. Nou, we gaan juist nog onze tent inklappen en dan zijn we er klaar voor. Dus geen tijd te verliezen. Kom maar mee! Onze daktent, eveneens onze vrijheid om te gaan en staan waar we willen. We hebben een stevige trip voor de boeg van maar liefst 1500 kilometer met de meest fantastische uitzichten. Wat ons meteen opvalt is de afwisseling van het landschap. De ene moment rij je door het groen, vol met watervallen en niet veel later rij je dan weer door een maanlandschap. Wees gewaarschuwd, want je wilt echt overal een foto nemen. Zijn we aan het doen? Back to basics, hè? Kampvuurtje erbij. Lekker gezellig. Niks is beter. Haha. Hoe zit het met het eten? Bijna klaar. Goedemorgen. Theetje is al aan het trekken. Mm-hmm. En we gaan een nieuw project starten. Welk project? Project Egg. Het is namelijk zo, we hebben al heel de week zakjesvoeding gegeten. Wat super lekker is, havermouten en muesli. Maar we willen ook eens iets anders. En daarom gaan we proberen op dit kampeervuurtje. Met dit buitje. Een eitje te maken. Een eitje te bakken. Dat moet toch lukken, hè? De pan. Aan de afwerking moeten we misschien nog een beetje werken. Het is een ei. Dat is veel met gezicht, ja. Met een gevulde maag zetten we onze trip door richting Nesset. Daar stond ons iets groots te wachten. Iets heel groots. Namelijk... De grootste waterval van Europa en de zesde grootste... van de wereld, zo zeggen ze toch. Nooit gedacht hier te zitten. Maar ja, kijk, als we het kunnen meepikken op onze roadtrip, dan doen we dat gewoon. Zeker de moeite om hier eens even langs te komen. Het is een kilometertje van de weg. Het is helemaal geen zware hike en het is echt een heel mooie waterval. Dus zeker een to-do in Noorwegen. Dat de wegen in Noorwegen mooi zijn, weet iedereen. Maar de mooiste en wellicht de bekendste is de Atlantic Road. Deze kronkelt over verschillende visserseilandjes en wordt bestempeld als een van de mooiste routes ter wereld. Het moment is daar. We zijn op route 63 en mee bepaald aan de trollstiege. Wat letterlijk vertaald betekent trolladders. En waarom dat juist is, ja, dat ga je dadelijk zien. Ik ben misschien wel heel enthousiast over gewoon een kronkelend weggetje. Maar vanuit de lucht zie je er echt spectaculair uit. En aan het aantal mensen, want het is best toeristisch, blijkt het ook echt de moeite te zijn. Do you ever question? I'm breaking out. Are you listening?
but I'm halfway in the crown. If my bones, they start to show through the permafrost, I'll be walking home. Will you walk me home? Ons Nordic Nomads avontuur zit erop. Helaas, Noorwegen heeft ons enorm verwend deze week. Het Zeker. Was een enorm leuk avontuur. Heel veel afwisseling, heel veel mooie landschappen gezien. Maar ook, heel belangrijk, we gaan terug even de koppeling maken met vorig jaar IJsland. Want Nordic Nomads heeft twee bestemmingen, IJsland en Noorwegen. En twijfel je daar nu tussen? Wel, dan hebben we kort samengevat wat het verschil is. Noorwegen is veel groener. Ja. Veel beter gefaciliteerd, toiletten, winkels. De wegen op zich, overal geasfalteerd. Ja, geen F-roads zoals we dat noemen. Dus alles is inderdaad geasfalteerd en geen kiezels. Dus ook de kans op platte banden is veel minder. Ja, heel toegankelijk gewoon en heel mooi. Nu, als je echt zegt, ik hou van de ruwheid van natuur, ik wil van het een contrasterende landschap in het andere, ja, dan is IJsland wel een betere match. Maar wil je nu zelf die vergelijking maken? Dat kan. Kijk gewoon naar onze vorige vlog van Nordic Nomads IJsland. Of lees het op onze blog, hetisemerix.be, waar je zelf in zeer diep detail alles kan uitvissen. En moest je dan toch nog vragen hebben, dan kan je ons altijd contacteren via onze sociale media. Het is de Merx. Of Leslie's Travel Diary. En ja, we beantwoorden dat met veel plezier. Alright, wij gaan nog even genieten van het uitzicht. Overnachten in onze fantastische daktent. En ik ben fan van de daktent. We zien jullie hopelijk een volgende keer. Tot dan. Dag. Superleuk. We zijn even langs de weg gestopt. Want we hebben een rendier gezien. Langs de weg. We moeten heel stil zijn. Maar Leslie is dus alles aan het doen om het te kunnen vastleggen, je ziet het hier. En? Hebben we ze? We hebben ze. Dus die is niet super zichtig. Hier zitten we dan in Bergen met onze... Kippenbraadworst. Dat is misschien... Jannik heeft blijkbaar het nationaal recept rendierworst genomen en ik heb gewoon een klassieke braadworst. Ja, en dat is ook zo het enige wat hier betaalbaar is in Noorwegen. Want... Brusselse wafels kosten hier 10 euro en een aperitiefje kost hier al rap 50 euro. Dus ja, kijk, braadworst zijn ook lekker. Smakelijk! Het is goed gepeperd. Oké. Okay. Maar Jannik, zit jij af, want het gaat echt aangebrand zijn. Zo'n krieket al. Dat schrik. Het moment is eindelijk daar. We zitten. Het ziet er kronkelend, wervelend uit. Maar we gaan er gewoon geen woorden aan vuil maken en we gaan het er gewoon nog eens opnieuw doen. Voorbij komen die het allemaal eens willen zien. We gaan het zien en deze is weer veel te lang. Ja.